Heel bijzonder dat mensen dat met ons willen delen, omdat we inspiratie nodig hebben in Suriname. En het is gewoon goed dat mensen die tijd investeren om dat met ons te delen. De gastspreker van vanavond is de CEO van de HEM Suriname NV. We hebben gekozen voor het thema van vanavond: doorzettingsvermogen en vernieuwing tegen de stroom in. Dat verhaal, ik ben heel nieuwsgierig naar het verhaal en u ook. Dat verhaal zal de CEO van de HEM Suriname NV met ons delen. Ik wil u vragen om haar een warm applaus te geven. Irene is het jongste lid van de VES. Sinds kort is ze dus lid van de VES. Ja? Irene, mag ik je uitnodigen? Met dit traject van ISO-certificering, dat het samen was aan de buitenkant. Het sloot aan bij het proces waar we ook al intern mee bezig waren, om onze organisatie te professionaliseren en veel efficiënter te werken. En dat is gelukt. Generaties en generaties zijn opgegroeid met magie. Dat ze allemaal beelden hebben van hun oma en moeders die, ja, zo zijn ze opgegroeid, die in de keuken staan en overal magie weggooien. Belangrijke stap, anders kan het bedrijf gewoon niet groeien en niet meegaan in de tijd. Tweede gedeelte is om wat meer te vertellen over het bedrijf en wat we doen. Wat achtergrond te geven, want over handel bestaan ook heel veel misverstanden. En ik hoop daar wat meer achtergrond in te kunnen geven, achtergrondinformatie. Zodat de imago in ieder geval van dit handelsbedrijf wel verandert. En als derde, dat is eigenlijk ook het thema, met welke constraints, welke uitdagingen, welke soms gekmakende situaties, moet ik eerlijk zeggen, ik al niet te maken heb gehad samen met mijn man in de afgelopen 14 jaar, dat we hier zijn en dat we leiding geven aan het bedrijf. Het vierde deel
na alle de schets van het derde deel, waarin ik inderdaad wat dieper inga op alle uitdagingen, is dan hopelijk toch wel weer een positive note om te vertellen van ja, oké, de lessons learned en hoe ga je ermee om en wat voor tips kan ik meegeven aan mensen die misschien in dezelfde situatie zitten of erover denken om te gaan ondernemen. Om te proberen die uit mijn verhaal te distilleren en aan jullie mee te kunnen geven. Dan ga ik even eerst beginnen met de geschiedenis. De geschiedenis, zoals jullie ook in het filmpje zagen, begon in 1898. Toen een bedrijf in Nederland, geheten Hollandse Exportmaatschappij met SCH, begon met handel naar de West en naar de Oost. Voormalige koloniën van Nederland. De West is niet zo heel lang doorgegaan. Ik heb niet kunnen achterhalen wanneer dat precies is gestopt. In Indonesië, maar dat is niet zo heel lang doorgegaan. Maar naar Suriname wel. En het werd steeds intensiever. We hadden nog geen eigen vestiging, maar we deden zaken met een aantal bedrijven. En op een gegeven moment hadden we eigenlijk een kantoor bij firma Hane. Sommige mensen zullen het bedrijf misschien nog kennen. Daar hebben we toen... eigenlijk hadden we daar een soort bedrijf in het bedrijf. En... Dat moment veranderde toen mijn vader op een gegeven moment naar Suriname verhuisde. Zijn geschiedenis is dat hij uit de Tweede Wereldoorlog is gekomen nadat hij in een concentratiekamp heeft gezeten met zijn familie. Hij, zijn broer en zijn moeder hebben het overleefd. Zijn vader helaas niet. Die was naar Auschwitz gestuurd en is daar nooit vandaan gekomen. Mijn oma hertrouwde en ze hertrouwde met meneer Hans Wolff. En Hans Wolff, dat was het neefje van de oprichter van het bedrijf. Ja, no? Ja, het is goed dat u me zegt hoor, want ik hoor het zelf eigenlijk niet. En zij hebben, dat was de oprichter van het bedrijf en zijn neefje dus, Hans Wolff, de nieuwe vader van mijn vader, zo zag je hem ook, die... nam toen het bedrijf over van zijn oom. Na de oorlog kwam er een communistische threat. Ze waren ontzettend bang, met name de Joden, dat ze weer gevangen gezet zouden worden. Er waren allemaal bewegingen in die richting. En er zijn een heleboel Joden toen alsnog, die het eerst dus de oorlog al hadden overleefd, zijn toen weggevlucht uit Europa, naar Amerika, naar Canada. Het was een hele golf. Daar zat dus mijn familie ook bij. Die kwamen in Montreal terecht, in Canada, waar ook familie nog van ze was. En vanuit daar zijn ze toen naar Suriname gegaan. Ze zijn een paar keer heen en weer gegaan, omdat de gezondheid van mijn oma niet zo goed was. En uiteindelijk hebben ze zich gevestigd rond 1948, 1949 in Suriname. En is mijn vader dus samen met zijn... hij beschouwde het ook echt als zijn vader, het was officieel zijn stiefvader. Zijn ze bezig geweest om... het bedrijf werkelijk vorm te geven. De rest van de familie is vertrokken. Mijn vader is gebleven. Hij is gebleven. Hij is getrouwd. Hij heeft 2 kinderen gekregen. Jullie zien een oude foto van mij bij een onbekend zwembad, denk ik. En een paar plaatjes van het gezin. Mijn vader, mijn ouders zijn getrouwd in 63, ik ben geboren in 65, mijn zus in 67 en in 73 overleed opa Hans plotseling. Mijn vader is toen hals over kop naar Nederland vertrokken om het bedrijf daar over te nemen en wij natuurlijk met hem mee. Dus in 73 eindigde eigenlijk ons Suriname avontuur, maar mijn vader bleef natuurlijk op afstand het bedrijf runnen. En reisde 3-4 keer per jaar naar Suriname toe om met het lokale managementteam hier het bedrijf. Ik zie Joyce Heijmans net op tijd binnenkomen. Heel veel jaren heeft hij het met haar samen gedaan om het bedrijf op afstand dus te managen. Mijn geschiedenis begon in het Sint Vincentius, want heel veel mensen, daarom heb ik toch nog even een foto erbij gezegd, heel veel mensen denken altijd dat ik gewoon een Nederlander ben. Vaak denken ze ook dat ik vanwege Sten naar Suriname ben gegaan. Dankjewel. Maar ik ben toch echt hier geboren,
heel dicht bij het bedrijf in de buurt. En we woonden dus ook boven het bedrijf. En beneden was het kantoor. Ik was helemaal niet voornemens om ooit die kant op te gaan. Dat was helemaal niet in de planning. Daar werd nooit over gepraat. Ik wilde diergeneeskunde studeren. En ik was daar altijd mee bezig. En ik heb B gedaan en ik ging diergeneeskunde doen. Maar toen kwam ik in Nederland. Of tenminste, ik was toen al in Nederland en ik werd telkens uitgeloot. En nou, na de tweede of derde keer dat ik werd uitgeloot, toen had ik genoeg van. En toen ben ik naar deze mooie plek gegaan. Dat is Nijrode. Een prachtig instituut. Daar heb ik een bachelor's gedaan. En ook nog eens een keer master's een paar jaar later. En ben dus een hele andere kant op gegaan. Namelijk bedrijfskunde. En dat vond ik heel erg leuk. En door bedrijfskunde ben ik ook naar allerlei landen gegaan. Ik heb gewerkt in Frankrijk, in Amerika, in Ecuador, Israël en de Antillen. En met name, ik weet dat mijn vader wakker werd bij die laatste stop daar, toen ik op de Antillen was. Toen werkte ik voor Hagemeyer. Dat was eigenlijk toch wel een bedrijf dat heel erg op dat van ons leek. Ja, en toen dacht hij eigenlijk van ja, waarom komt ze niet voor mij werken? En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Waarom zou ik niet voor hem gaan werken? Dus zo gezegd, zo gedaan. In 1994 ben ik teruggegaan naar Nederland en ik ben inderdaad voor mijn vader gaan werken. Ik was toen ook heel veel hier de jaren 90. Maar ik deed ook andere dingen, zoals het ontwikkelen van een eigen merk thee in Sri Lanka. Verkopen aan de eilanden, want ik had een heel netwerk in het Caribisch gebied door mijn jaren met Hagemeyer. Dus ik ging mijn contacten bezoeken in al die landen, eilanden. Ja. Je hoort me niet, hè? No? Oh jeetje. Oké, nou. Ik hoop dat het beter is. Ja? Beter? Oké. Ja, dus dat waren dus die eerste 6 jaar. Toen heb ik voor het bedrijf gewerkt. Was heel veel in Suriname. Deed dus ook allerlei andere dingen. Maar om allerlei redenen besloot ik in rond 1999, 2000. Om mijn eigen kant, mijn eigen richting toch op te gaan. En iets anders te gaan doen. En toen kwam ik deze meneer tegen. Stan Franker. Die zijn hele leven in tennissaal heeft gezeten. Ik denk dat de meeste mensen wel weten wie hij is. Hij was de bondscoach van Nederland. Hij was ook de bondscoach van Oostenrijk. Hij heeft veel betekend voor de tenniswereld. En nou ja, hij was altijd met tennis bezig. Niet lang nadat we elkaar ontmoetten is hij weer voor de tweede keer bondscoach geworden van Oostenrijk. En hij ging dus continu heen en weer tussen Wenen en Amsterdam. En dat beviel ons nog niet zo heel goed. Ondertussen hadden we een kleintje erbij gekregen. Die zit hier ook. En het was toch wel niet geweldig om het op die manier te doen. Dus we zaten eigenlijk, we waren voornemens om naar Wenen te gaan verhuizen. En op een dag zegt Stan tegen me van ja, je vader zit er toch mee. Wat hij moet doen met het bedrijf in Suriname, het gaat helemaal niet goed. En zullen we niet teruggaan? Zullen we het bedrijf niet voor hem gaan runnen? En ik was erg verbaasd, want ik had nooit gedacht dat, ja, wat moet Stan in Suriname? Weet je, die heeft zijn hele leven in tennis gezeten en ja, ik was niet eens op het idee gekomen om het met hem te bespreken. Maar toen hij het zelf opperde, toen is het eigenlijk heel erg snel gegaan. Hij heeft zijn baan opgezegd en binnen 3/4 jaar zijn we verhuisd. Ik stapte op 5 mei, stapte ik in het vliegtuig naar Suriname. En toen begon dus het grote hemavontuur. En daar kom ik bij het tweede gedeelte. Dit was de geschiedenis. En toen gingen we naar het bedrijf. Want er is al een beetje een beeld geschapen, maar ik wil er wel wat meer over vertellen. Ja, in de voorbereiding met Winston hebben we het daar ook over gehad. Winston zei ook van, ja weet je, handelsbedrijven, daar wordt dan vaak wel een beetje op neergekeken. En dat is inderdaad, toen ik erover nadacht, dacht ik, ja dat klopt. He, er wordt altijd heel veel naar productie gekeken en een handelsbedrijf zit vaak een beetje in een slechte hoek. Maar handel is natuurlijk eigenlijk een onmisbare schakel tussen productie en de consument. Want je kan produceren wat je wil, maar als het niet op het goede moment, op de goede plek, bij de goede mensen terechtkomt, dan heb je er nog niks aan. Dus het is wel degelijk iets wat heel belangrijk is en wat ook waarde kan toevoegen.
En niet alleen aan het BNP, hè, in de vorm van geld, maar ook je voegt iets toe aan de maatschappij. En dat is zeker de manier waarop wij er naar kijken. Voordat je waarde kan toevoegen, moet je natuurlijk ook weten wat je waarden zijn. Dat is iets wat wij, Hem Suriname, heel erg serieus nemen, waar we heel veel mee bezig zijn. En dat is, ja, wat zijn onze normen en waarden? Wat willen we eigenlijk? Hier heb ik een slide daarover. Ik ga er niet heel erg diep op in, maar het zijn in ieder geval de dingen die wij heel erg belangrijk vinden. Het gaat over vooral integriteit. Dat woord zal ik nog een aantal keren gebruiken. Het is een heel belangrijk onderdeel van wie wij zijn. Respect, loyaliteit, innovatie en passie. Dat zijn de waardes die wij met z'n allen hebben geformuleerd als zijnde heel belangrijk voor ons als bedrijf. Hier komt nog een keer integriteit. Ik vind dit ook een hele mooie. Choosing your thoughts and actions based on values rather than personal gain. En dit is niet zomaar een plaatje. Dit is iets waar wij elke dag eigenlijk mee bezig zijn. Want in deze omgeving zijn er heel veel keuzes die je moet maken. En heel veel keuzes betekenen ook minder sales. Gewoon direct. En die keuze maken wij elke keer heel bewust. En daar voelen we ons ook goed bij. Dit zijn onze producten, een deel van ze. Dat is ook een manier van waarde creëren. Want in de keuze van de producten die je aanbiedt, dat zegt ook wat. We bieden niet zomaar wat aan, we brengen niet zomaar wat op de markt. De producten die je hier ziet staan, en er zijn er nog bijna 3000 of zo erbij, zijn allemaal stuk voor stuk producten waarvan we weten waar het vandaan komt, hoe het is opgeslagen, et cetera, et cetera, et cetera. We staan erachter en als er een probleem is, dan nemen we dat heel serieus en lossen we het ook op. We geloven in het ondersteunen van de producten op de juiste manier en we geloven in de eerlijke marketing. Heel vaak hier worden claims niet gecontroleerd. Bedrijven kunnen eigenlijk gewoon van alles zeggen over de producten. Ik hoor echt de gekste dingen. Dat is echt een doodzonde bij ons. In de marketing, we zeggen alleen maar wat we zeker weten, wat is onderzocht. Onze leveranciers hebben ons dat verteld. En anders zeggen we het gewoon niet. En dat is ook een stukje eerlijkheid in je approach naar de samenleving toe. Dus nogmaals, die waarde die we geven zit in de producten, het zit in je ondersteuning, pre-sales, after-sales, het zit in je marketing. Het zit in de integriteit wederom die je hanteert naar binnen toe en ook naar buiten toe. Een ander belangrijk onderdeel wat wij ook, dit is even wat zijn wat beelden, ook hoe je het in de winkel kunt aantreffen. Niet vies, maar schoon, op een goede plek, goede prijzen, et cetera. Met de juiste vervaldata en ga zo nog maar door. Dit is een ander aspect ervan. We proberen ook door middel van leaflets mensen ook wat extra informatie mee te geven. Niet alleen maar puur gericht op je merk, maar ook bijvoorbeeld die Girl Talk. Is een heel boekje van 20 bladzijden wat op scholen wordt gegeven. Aan meisjes om ze te vertellen over menstruatie en alles wat erbij komt kijken. Dat is ook de match met de leveranciers die je hebt. Hè? Ik bedoel, de leveranciers die inderdaad dat soort dingen belangrijk vinden, die hebben een klik met ons, want wij vinden het ook belangrijk en we zijn niet alleen maar bezig met verkopen. Dus gelukkig hebben we leveranciers die daar geld voor geven, die ons de mogelijkheden geven om inderdaad een heleboel extra dingen te doen naar de samenleving toe. Ja, met al deze even kijken hoor, want de slide gaat daarop volgen. Met al deze zaken die we proberen bij te toe te voegen, dit is ook een bekende slide van Kathleen, denk ik. De high tea van 5 jaar geleden is ook een voorbeeld van wat dingen, extra dingen doen, leuke dingen doen, dingen die geen geld kosten voor de mensen. Trouwens, daar zie ik nog iemand, Eddie. Hij staat er ook op.
een high tea die georganiseerd wordt. En zo zijn er ontzettend veel evenementen die we organiseren. En niet puur gericht op verkoop, maar gericht op iets toevoegen. Een beleving aanbieden. Dit zijn evenementen samen met onze belangrijkste klant, Volmeermarkt. Het is een soort traditie geworden dat we vanuit, dat was toen we nog in de binnenstad zaten. We hebben nog geen oplossing gevonden voor de huidige locatie. Maar we liepen misschien niet elk jaar op Uruyari 31 december, maar wel om het jaar liepen we naar elkaar toe. En er was een groot feest en het werd dan gesponsord door Nestlé. Dus vandaar dat je Nescafé shirts, Milo shirts, Maggi shirts ziet. En dat hebben we zeker al 6 keer gedaan. Maar ja, zoals ik al zei, het is nu een beetje moeilijker, dus we moeten kijken hoe we dat gaan doen. Dit is hoe we erbij zaten. Ik ga nu even van de waardes en de manieren waarop we meerwaarde geven, ga ik even naar de voor en after van ons gebouw. Een heel gezellig, heel oud gezellig pand, maar we zaten als duiven in een duiventil, kippen in een kippenhok, sardines in een blikje, ik weet het niet, maar we zaten in ieder geval bovenop elkaar. We hadden 4 magazijnen verspreid over de stad, heel inefficiënt, heel energieslopend. Er zitten gelukkig veel hammers hier en die knikken allemaal en er zijn een aantal die er nog heel goed hebben meegemaakt. En ja, het kon gewoon niet meer. Het kon niet meer, dat zag je ook in het filmpje. We hebben tot 3-4 keer toe in de geschiedenis van de hem op het punt gestaan om te investeren in een gebouw. Mijn vader heeft elke keer toch gezegd van nee, op dit moment gaat het niet lukken. Het is te riskant, de politieke, economische golven zijn sterker, we kunnen het niet doen. Met als gevolg dat we nog steeds in die situatie zaten. De binnenstad is helemaal totaal verstopt. Het was gewoon eigenlijk onmogelijk. Vandaar dat we toen hebben gezegd, nou ja, no matter what, we gaan het gewoon doen. En toen kwam dus inderdaad dit gebouw. En ondanks het feit, daar ga ik straks wel even op in, dat is in het volgende hoofdstuk van de grote uitdagingen, dat dit uiteindelijk door de hele koersontwikkeling, precies op het moment dat we gingen bouwen, dubbel zo duur is geworden, heb ik toch geen spijt. Ik merk dat het een bepaalde uitstraling heeft gegeven aan ons, aan onszelf, hè, de hemmers zelf, het bedrijf zelf. Ik merk het ook zelf, ik voel me toch anders op de een of andere manier. Ik kijk minder kritisch naar alle kosten en ik denk van ja, maar als we A zeggen, moeten we ook B zeggen. En ik merk ook de uitstraling naar buiten toe, zowel lokaal, maar ook bijvoorbeeld in de regio, dat mensen opeens zoiets hebben van dat is een heel groot professioneel bedrijf. Ja, want we waren eerst zo versnipperd, je zag het niet. Nu zie je het wel en wat dat betreft hebben we er absoluut geen spijt van en zijn we er heel erg blij mee. Maar ja, ik moet niet vooruit lopen, dat komt straks. Ik ga nog even door op de hele positieve tour. Dat zien we ook in de volgende slide. Ik heb niet alle cijfers gegeven, maar ik vond het wel belangrijk om met jullie te delen, dat ook de efficiëntie enorm toenam. Toen wij kwamen in 2005, hadden we een vrij lage omzet en we leden verlies. Dat kwam ook voornamelijk doordat er een zekere persoon behoorlijk veel fraude aan het, of had gepleegd, laat ik het zo maar zeggen. Maar er waren meer factoren. Dus de omzet is toen in die 10 jaar, bijna 10 jaar, meer dan verdubbeld. Maar die blauwe lijn, dat is het aantal werknemers. Die is dus hetzelfde gebleven, min of meer. En dat betekende natuurlijk dat je gewoon veel efficiënter bezig was. Met hetzelfde aantal mensen, veel meer omzet. Ik moet helaas toch nog een keer op het knopje drukken en dan zie je dit. Om het even volledig te maken. Dus waar je dan 10 jaar... heel hard voor hem gewerkt, was wel even in 1 jaar gewoon eigenlijk weg. Maar ja, desalniettemin, de boodschap is, het kan, dus het gaat ook weer gewoon opnieuw kunnen. Je ziet alweer een stijgende lijn erboven. Maar dat is
wel wat we de afgelopen jaren hebben neergezet. Ik laat in de volgende slide Hans zien. Die wil ik toch even apart noemen. Die ons ook gedurende al die jaren met heel veel raad en daad en adviezen heeft bijgestaan. Van hier ga ik naar de dingen waar we nu mee bezig zijn. We zijn bezig met heel erg om ons te richten op e-commerce. Dat heeft een aantal redenen. Daar ga ik straks ook nog even wat meer over vertellen. Voor nu hou ik even kort over die webshop zelf. Deze bestaat al 4-5 jaar. Dit is voor de bedrijven in Suriname. Die kunnen bij ons bestellen, het wordt bezorgd. Ze kunnen per bank overmaken. En heel veel bedrijven vinden het inderdaad een hele mooie tool. Het is groeiende en is redelijk established. Kan altijd nog meer, maar ja, we zijn wel tevreden. Daarnaast hebben we een nieuwe webshop erbij. Dat is een hele andere. Dat is gericht op mensen juist buiten Suriname. Die, ja, een belangrijk verschil trouwens is dat die hand-to-be, daar kan je niet zomaar op gaan en gaan bestellen. Je moet een paswoord krijgen, et cetera. De tweede, deze. Verkeerde knop. Die is een echte webshop waarbij je gewoon met iDeal kan betalen, met PayPal, met een creditcard. Je kan gewoon meteen afrekenen in het buitenland. En op die manier je relaties, familie, vrienden of iemand anders wil ondersteunen, verrassen met iets, met een cadeautje. Kan op die manier heel makkelijk en het wordt bezorgd of afgehaald in de DA-drogisterij die je hier op 8 of 9 plekken al hebt. Dus dit is een van de dingen voor de toekomst. En waar we nu ook heel erg mee bezig zijn, want dat gaat het ook erg helpen, is dat we met een zo mogelijk nog grotere klus dan het gebouw bezig zijn. Het gebouw was een enorm project. Maar er was een hele kleine groep die daarmee bezig was. Wat we nu aan het doen zijn, dat gaat impact hebben op echt elke hemmer. Gaat hiermee te maken hebben. Heeft er al mee te maken. Jullie horen me nog wel, hè? Ja. Want dit is iets wat enorm veelomvattend is. Dus je ziet het niet zoals met het gebouw, maar ondertussen gaat dit misschien net zo'n impact hebben. Want wat dit zegt is dat we hebben een automatiseringssysteem aangeschaft die van A tot Z geïntegreerd door het hele bedrijf heen gaat werken. En dat is iets wat redelijk uniek is in Suriname. Er zijn helemaal niet zoveel bedrijven die dit dan doen. We gaan het ook nog eens koppelen aan een heel modern pakket uit Amerika voor mobile verwerking. Dat betekent dat straks niet alleen onze salesmensen, merchandisers, maar ook onze chauffeurs met tablets op pad gaan. En dat alles real-time live verwerkt gaat worden, vanuit de truck geleverd gaat worden, nota's worden geprint onderweg. Nou ja, het gaat ons enorm helpen om ook aan te sluiten bij onze toekomst ideeën die we hebben, om inderdaad meer in de online business te gaan en ook meer in fulfillment. Zorgen dat de producten op de snelste manier, de efficiëntste manier bij de klanten terechtkomen. Ja, en dan gaan we denk ik toch naar het derde stuk. En dat is dus inderdaad het thema. Welke problemen, welke constraints, welke obstakels waren er die maakten dat het soms inderdaad voelde alsof je heel hard tegen een berg op moest wandelen. Ik ben op zoek gegaan naar mooie definities van manager, leiderschap, heel veel gezien om hier te gebruiken als een soort kader. En ik voelde me bij deze het meest thuis, omdat dit weergeeft, het is van een Fransman, dat je eigenlijk een heel kwetsbaar, je bent een kwetsbare kracht. Je moet nooit denken, denk ik, in ieder geval dat doe ik niet. Dat je het allemaal maar onder controle hebt. Want in ieder geval in deze omgeving is dat denk ik dodelijk. Want je hebt het niet onder controle en je moet meebewegen om op die manier door te blijven gaan. Je bent een vulnerable force under pressure to achieve results.
and endowed with a triple power of constraint, imitation and imagination, operating on subjective, interpersonal, institutional and environmental levels. Ja, voor mij geeft dit het beste wat ik in ieder geval tegenkwam, het plaatje weer. Dat je bent soms een speelbal tussen allerlei krachten. En je moet meebewegen. En als je meebeweegt, dan kom je hopelijk op een gegeven moment aan land. Even naar de volgende bladzijde en even een slokje water. Want als je inderdaad in een hele chaotische, toch wel disruptive omgeving zit waar wij in zitten, alles is relatief, dat moet ik er meteen bij zeggen. Er zijn natuurlijk een heleboel plekken, een heleboel landen waar het waarschijnlijk nog erger is. Maar als ik praat met onze leveranciers, die zitten in Amerika, die zitten voor een groot deel allemaal in Europa, Verre Oosten. Ja, die hebben toch wel vaak problemen om te snappen wat er hier gebeurt. Ik maak ook regelmatig een rondje. Bijvoorbeeld in 2016 heb ik gewoon een vliegtuig gepakt en ik ben naar zeker 4 of 5 van onze belangrijkste leveranciers gegaan om ze uit te leggen. Jullie hebben zelf net die grafiek gezien. Wat er in godsnaam hier gebeurde, want ja, ze begrijpen er gewoon helemaal niks van. Dus ja, hoe vertaalt dit zich dan in het dagelijks leven van in ieder geval mij en Sten, hè, want we doen het samen. Als je een bedrijf moet runnen van circa 130, 140 mensen en die verantwoordelijkheid ook wel heel erg serieus neemt en voelt. Om te beginnen, zijn 2 slides verdwenen. Nou, daar gaan we het omgooien. Ik hoop dat ik ze nog tegenkom. De money problem. Dat is natuurlijk een heel onderwerp op zich. Het is een heel gemêleerd gezelschap. Er zijn mensen hier van de VES en bankier. Nou ja, dit hoef ik allemaal niks uit te leggen. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die niet zo in dit geheel zitten. Maar het is op alle mogelijke manieren is het een groot probleem. We hebben sowieso een inherent probleem met onze business model. Wij zijn een importbedrijf. We verkopen in SED's, maar we kopen in US dollars en euro's. Dat op zichzelf zorgt al voor een groot risico, grote dagelijkse problemen op alle mogelijke manieren. Op dit moment bijvoorbeeld, en dat is ook om aan te geven hoe moeilijk het ook is om te plannen en om dingen uit te stippelen. Op dit moment de verkiezingen komen er weer aan, iedereen weet het, je merkt het, alles wordt onrustig. De koersen gaan raar doen, dollars worden schaars en de centrale bank interveneert op bescheiden schaal. Maar de koersen staan nog steeds wel behoorlijk onder druk. En in hun wijsheid heeft de huidige governor van de centrale bank besloten dat wij niet in aanmerking komen voor interventiedollars omdat wij een inkoopkantoor hebben in Nederland. Ik heb te horen gekregen dat is een manier waarop je miljoenen euro's kan wegsluizen. En daar werkt hij niet aan mee. Nou, dat zullen misschien bedrijven hebben gedaan, maar ik wou dat wij zo lucky waren geweest ooit, maar helaas. En we worden er nu wel voor gestraft. Want dit is een manier waarop wij al 100 jaar werken. We hebben ons kantoor in Nederland. Die heeft ons juist in heel veel moeilijke tijden eigenlijk het leven gered. Want als je hier geen valuta kan kopen, dan kan je leveranciers niet betalen. En de leveranciers die wij hebben, don't take that very lightly. Je moet gewoon betalen en je moet op tijd betalen. En voor de rest hebben ze niet heel veel over voor jouw verhalen. Dus al deze jaren dat we hier moeilijk zaten, hadden we een buffer in Nederland die ons over dat soort problemen heen, of die bepaalde maanden kon heen tillen. En die betaalde de leveranciers. En op die manier hebben we de jaren 80, de jaren 90, 2016 hebben we overleefd. Op dit moment moeten we dus à la minuut eigenlijk alles omgooien, wat we ook hebben gedaan, om toch nog wat, ten eerste überhaupt dollars te kunnen krijgen, en dan ook nog tegen een koers die enigszins acceptabel is. Dus dat betekent een enorme toestand bij ons intern.
mijn collega uit Nederland is hier nu ook, om dit voor elkaar te krijgen. Omdat dat betekent dat we leveranciers rechtstreeks gaan betalen. Dat betekent dat we ook de schuld die we aan Lisse hebben niet kunnen aflossen. Administratief is het een enorme puinhoop. En we hebben nu al een situatie meegemaakt dat we daardoor leveranciers niet op tijd kunnen betalen. Nou, dus dat zijn zo eventjes de zaken waar je dan mee te maken krijgt. En dat gaat van de ene op de andere dag. Dit is 2 of 3 weken geleden opeens begonnen. En we zijn er gewoon elke dag, 3, 4 mensen zijn er uren mee bezig. Zo simpel. Een andere case die ik wilde vertellen over hoe moeilijk het is om te plannen, is de financiering van ons gebouw. Je denkt dat je inderdaad snapt wat je moet doen, maar als je het wil doen, lukt het niet. Toen wij in 2015 zouden gaan bouwen, toen moesten we natuurlijk lenen, want we hadden dat geld niet, in ieder geval niet voor het grootste deel. Gelukkig was dat geen probleem. Banken stonden, mag ik met trots zeggen, bij ons op de stoep. Ze wilden ons allemaal heel graag geld lenen. En natuurlijk wilden wij, want we zagen de donkere wolken al komen, we wilden SCD's lenen. Toch? Je gaat in dat soort tijden geen valuta lenen. Dus we wilden SCD's lenen, prima. Totdat onze aannemers, de contracten waren in principe al bijna getekend, we wisten al met wie we gingen werken, tegen ons zeiden, ja, maar als je maar weet dat je mij in dollars moet betalen, of in euro's. Nou, en in 2015, ik weet niet of jullie dat kunnen herinneren, was er echt een periode van maanden, 4, 5, 6 maanden, waarop we gewoon eigenlijk nauwelijks harde valuta te krijgen waren. En zeker niet in die aantallen die je nodig hebt om te gaan bouwen. Dus met andere woorden, wat hebben we gedaan? We hebben toch een dollarlening genomen. Want dan konden we in ieder geval beginnen, anders zouden we niet kunnen beginnen. We hebben een dollarlening genomen en nou ja, we dachten natuurlijk van tevoren al, de koers gaat omhoog, maar we konden niet vermoeden dat het dus zelf verdubbelde. Dus in de loop van 2016 begonnen we steeds harder te zweten. Je loopt door dat gebouw in aanbouw en je denkt van, oh my goodness, want waar gaat dit naartoe? Hè? Want met elke koersstijging, als je een SCD's verdient, dan weet je natuurlijk dat het gebouw gewoon meteen met hetzelfde percentage duurder wordt. Dus we renden naar de bank en we zeiden van, nou alsjeblieft laat ons de helft converteren in SCD's. Ja, zeiden ze, ja, dat zou dan kunnen, waar het niet dat er ook een krapte is op de SCD-markt. Ook expres gecreëerd om op die manier die valuta's niet zo te laten stijgen. Dus het werd allemaal een beetje gemanipuleerd. Maar dat betekende dat die aantallen SCD's die je nodig had op dat moment gewoon niet voorradig waren. Dus je kon niet converteren. Dus we zaten daar maar te wachten tot het eerste kwartaal 2017. Toen de koers al lang was gestabiliseerd, toen konden wij dan gaan converteren. Hebben we de helft van onze lening, 2 miljoen, iets minder dan de helft, 2 miljoen hebben we kunnen converteren naar SCD's. Maar op het moment dat je een SCD's gaat lenen, gaat je rente dubbel. Dus vanaf dat moment begin je ook nog eens. Je hebt al dus een enorme klap gehad, want je neemt je verlies, hè? Want je bent van 3,35 naar 7,50 gegaan. Dan ben je dus gaan converteren op het moment dat die koers flat is. Maar je kosten, je rentekosten, zijn dus weer voor de helft van het bedrag gewoon verdubbeld. En daarna bleef de koers 2 jaar lang stabiel. Dat is aan de ene kant natuurlijk een grote zegen. Aan de andere kant, zoals ik al zei, word je dan dubbel gepakt. Want je kosten zijn wel, je hebt eigenlijk geconverteerd op het verkeerde moment. Je kosten zijn gewoon enorm gestegen en dat blijft elke maand. Afijn, dat is even om aan te geven hoe het werkt. Hè? Je weet wat je wilt doen en je weet wat je moet doen om te anticiperen, maar het lukt gewoon niet. En je moet gewoon, you have to go with the flow, there's no other possibility. Dat is dus ook een ander aspect van de money problem. Verder is dit natuurlijk een heel bekend ding, maar voor ons raakt het ons op alle mogelijke manieren, net zoals de consument natuurlijk. De ontwaarding van het geld. Hè? Hoeft verder denk ik niet heel veel uitleggen. Iets waar we allemaal mee te maken hebben. Ik heb ook bewust geen jaartallen erbij gezet. Want het zijn er te veel. Dus dit is helaas ongoing. Als laatste wil ik ook nog even in dit kopje vertellen over wat er gebeurt als koersen gaan stijgen. Dan krijg je enorm veel onduidelijkheid. Onduidelijkheid voor de consument, maar onduidelijkheid ook voor ons. En waardoor komt dit nou? En misschien is het natuurlijk ook dat mensen bewust
proberen om geld te slaan uit deze situatie. Hè. Dat zullen natuurlijk ook winkeliers zijn die grappen uithalen. Maar een groot onderdeel van deze, je ziet al die verschillende prijzen, ik bedoel, van hetzelfde product van 58 naar 71 SRD is gigantisch. Maar het is echt waar. En waardoor komt het nou? Als de koersen gaan stijgen, dan krijg je natuurlijk heb je te maken met wanneer heeft iemand gewisseld. Wanneer heeft de importeur gewisseld? Wanneer heeft de winkelier gewisseld? Dat bepaalt dan ook wat je kostprijs is. Dus het kan dan gewoon ook zijn dat de ene een kostprijs heeft van 5 en de andere heeft een kostprijs van 10. En dat bepaalt dan weer hoe je dat artikel prijst. Dus het moment dat dit gebeurt, krijg je ook een verlamming. Hè? Iedereen wordt heel voorzichtig. De winkeliers gaan steeds minder tegelijk bestellen. Want oh wee, als je voorraden hebt en er gebeurt weer iets met die koers, dan ga je weer. Of ze gaan juist hamsteren op het moment dat ze denken dat ze een goede slag hebben geslagen. Maar je krijgt enorm veel disruptie. Dus ja, de money problem is een big, big problem. En het heeft enorm veel invloed op alles wat hier gebeurt. Maar er zijn meer onderwerpen die maken dat, hier kwamen die slides die ik net verwachtte. Gelukkig zijn ze er nog wel. In het algemeen, wat ook geldt voor natuurlijk monetaire theorieën en finance theorieën. Maar in het algemeen is het zo dat, in ieder geval zo ervaar ik het, dat je natuurlijk moet je basis hebben, natuurlijk moet je weten wat is, maar hou je in godsnaam nog vast aan allerlei prachtige boeken en prachtige management informatie, theorieën en boeken. Ik zou zeggen, in Suriname doe er het leuks mee. Hier heb ik een paar ideeën gevonden. Hans is het natuurlijk hier niet mee eens vanuit het FHR. Maar voor mij is dit wel een beetje de realiteit. En daar wil ik ook een paar dingen van belichten. Bijvoorbeeld human resources. Nou, ook miljoenen boeken worden daarover geschreven. En in het algemeen is het natuurlijk zo, en dat wordt dan ook allemaal uit de boeken gedaan, hoe je dat moet doen. Je hebt je organisatie, je bedenkt hoe je dat op de meest efficiënte en goede manier inricht. En dan zoek je daar de mensen bij die je nodig hebt om alle taken in te vullen. Je maakt mooie job descriptions, je maakt profielen, je maakt advertenties, je hebt een hele recruiting force, etc. Maar wat gebeurt er in Suriname? In Suriname vind je die mensen niet. Dus je kan prachtige profielen maken, maar they're not there. Dus uiteindelijk gooi je het een naar het ander het raam uit. En wat er overblijft is de essentie. En de essentie voor ons is, je moet een goede attitude hebben. Ja, dat vinden we heel erg belangrijk. De attitude die bij ons past, daar heb ik al wat over gezegd. Integer, niet gaan voor het snelle geld. Je wil jezelf opplooien. De normen en waarden die wij belangrijk vinden. Als iemand dat heeft, plus natuurlijk wel een bepaalde level of capaciteiten, je moet natuurlijk ook een bepaalde mate van intelligentie hebben, et cetera. Maar als ik die twee of drie aspecten van iemand zie, dan neem ik die persoon al aan. En ja, het moet natuurlijk geen apotheker zijn bijvoorbeeld, want dan past het weer helemaal niet. Hè, het moet wel enigszins in onze hoek zitten, maar dan, de rest doen we dan intern. En dat betekent ook, in tegenstelling tot alle mooie theorieën die je ziet, is dat je je organisatie in feite gaat aanpassen aan de mensen die je binnenhaalt. En soms kijk ik naar mijn organogram en dan denk ik, oh my goodness, ik bedoel, ik begrijp het eigenlijk al niet. Laat staan dat je dat aan je ISO-auditor moet gaan uitleggen en zo, weet je wel, want het is gewoon ook heel vreemd. En dat komt gewoon omdat je de mensen die je eigenlijk wil hebben, niet kan vinden. De spoeling is enorm dun. Wij zitten als hem ook helemaal niet in een hele sexy branche. We hebben niet de mogelijkheden om valuta te betalen of om het zelfs maar te koppelen aan de koers. Dus je bent op zoek naar een naald in een hooiberg. En als je dan de mensen vindt die toch wel uit hetzelfde hout gesneden zijn, dan neem je ze aan.
En de rest doen we intern. En we bouwen als het ware op die manier de organisatie om de mensen heen. Kijken wat zijn hun plussen, wat zijn hun minnen. En die probeer je dan goed op elkaar af te stemmen. Zodat je toch een evenwichtig team vindt. Maar het is een enorme uitdaging. Echt een enorme uitdaging. Wat betreft HRM is ook belangrijk om te vermelden dat we heel erg werken aan onze eigen cultuur te establishen binnen het bedrijf. En dat is ook best wel heel erg moeilijk, want de mensen die je binnenkrijgt, die hebben natuurlijk, zijn hier opgegroeid, hebben van huis uit dingen meegekregen, zijn hier op school gegaan. En over het algemeen in Suriname tot nu toe weinig kritisch. Weinig kritisch. Mensen zijn niet heel erg geneigd om heel makkelijk hun mond open te doen. Om te vertellen wat ze eigenlijk niet prettig vinden of wat ze anders willen doen. Dat zit er niet zo in. Bij ons wel. Wij willen dat juist wel. Dus we proberen dat op alle mogelijke manieren te stimuleren. En te zeggen van ja, maar je mag hier wel je mond open doen. En je mag wel met eigen ideeën komen. En vertel maar vooral wat je anders wil. We zijn ook heel erg blij met klachten. En dat moet ik ook altijd maar verkopen in de organisatie. Want dat is ook niet iets waar mensen over het algemeen heel blij van worden. Ik ben er juist wel heel blij van. Ik ben blij als iemand de moeite neemt om mij te bellen. Of iemand in het bedrijf te bellen en te gaan vertellen wat we allemaal fout hebben gedaan. En dat zie ik als iets positiefs en als een trigger om te veranderen. Want bij bijna alle keren dat dit is gebeurd, klopte het ook. Vooral in de oude situatie, het gaat wat beter nu, maar in de oude situatie, nou, het was een soort steeplechase soms voor klanten om bij ons te komen kopen. Nou, we hadden een of ander systeem dat je dan eerst moest je naar de binnenstad komen. Nou, dat is al een hassle, je kan niet parkeren, alles is verstopt. Dan moest je daar komen betalen, dan ga je staan daar in de rij bij ons in de kassa, dan moet je gaan betalen, dan krijg je een bonnetje. Met het bonnetje moet je naar Noord gaan rijden en daar moest je spullen op gaan halen. En dan gebeurt het ook nog heel regelmatig dat als je daar dan eindelijk voor dat soort doorzetters, weet je, ik bedoel, ik begrijp het niet eens, dat je daar dan komt en dat die spullen nog niet klaar zijn. Ja? En dan vonden soms mijn collega's vonden het daar raar dat mensen boos werden. Weet je, dus dan zeg ik van ja, maar leuk, het is toch te gek dat wij onze manier van werken zodanig maken dat we eigenlijk mensen wegjagen. Toch? Ik bedoel, dat werkt niet. Zij moeten geen last hebben van onze interne processen. En als wij nou toevallig op zo'n onmogelijke manier zijn gehuisvest, dan moeten we toch maar oplossingen gaan vinden om dat voor hun op te lossen. Ja, toch? Ik bedoel, zo ging het toch? Ja. Dus dat zijn die dingen die jaren en jaren lang zo zijn gegaan. En dat was een normale. En nou ja, wij vonden het niet normaal, maar het heeft heel veel moeite gekost om ook dat duidelijk te maken en te zeggen van nee, we moeten zoeken naar manieren om ondanks dat we zo hier zitten en ondanks dit en ondanks dat, dat we de mensen tegemoet komen, dat ze makkelijker hun spullen kunnen krijgen. En nou ja, en dat is natuurlijk nu al een heel stuk verbeterd. Doordat we op één plek zitten, voor het eerst in de historie van het, volgens mij van het bedrijf, is alles op één plek. En dat maakt het natuurlijk al een stuk makkelijker. Maar nog denk ik dat we veel beter kunnen. En we moeten toe naar bijvoorbeeld eendagslevering. Dat gaat hopelijk komen met het nieuwe systeem. Weet je, dat mensen niet 2 dagen hoeven te wachten. Of dat ze toch, als ze bij ons komen kopen, dat ze toch langer moeten wachten dan ik denk goed is. Hè? Maar dat, ja, dat is niet omdat we met onze duimen zitten te draaien, maar omdat gewoon de systemen nog niet zo goed zijn. Dus vandaar ook dat we nu bezig zijn met de investering, dat we ook dat soort dingen veel gestroomlijnder en beter kunnen gaan doen. Maar nogmaals, en dat is ook een beetje het thema van voor mij van vanavond, het begint allemaal met die kritische houding en die kritische, constructief moet je het natuurlijk wel doen, hè? Maar en dat wordt niet altijd geapprecieerd. En dat heb ik zeker als we het hebben over fouten en wat had ik nou anders moeten doen. Ja, was al gewaarschuwd toen ik kwam 14 jaar geleden. Maar toch begreep ik het niet zo goed. Ik had natuurlijk dingen veel tactischer moeten doen.
Want binnen no time heb je een enorme reputatie van de mega bitch en noem maar op. Dus weet je, ja, ik kan daar zeker op terugkijken en denken dat ik anders moet doen. Tegelijkertijd denk ik ook van, je kan het altijd tactischer aanpakken, maar je moet ook meer openstaan. Je moet ook meer openstaan voor dingen die anders kunnen. Ik heb nog een grappige anekdote. Er zijn een paar mensen uit de bankwereld. Ik ga geen namen noemen van welke banken we het nou precies over hebben. Maar het is een anekdote die ik soms al heb verteld. Misschien kennen we hem. Ik vertel hem graag. Dus toen wij kwamen, toen bankierde het bedrijf bij bank A. Dus het meest voor de hand liggende is dat je dan je privérekeningen ook bij bank A doet. En ik moet erbij zeggen dat we al niet zo heel erg blij waren met de service van bank A als bedrijf. Hoorde ik toen we kwamen. Maar goed, oké, ik ga daar proberen om die rekeningen te openen en op een gegeven moment, het was hopeloos. Wat een toestand. Ik dacht echt van, ja, dit is echt te gek. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga naar bank B. En bank B, die gaat denken van, oh, laten we haar goede service geven, want dan neemt ze het bedrijf mee. En bank A gaat misschien wakker worden, want die denkt, oh shoot, laten we even wat gaan doen aan de service voor de hen. Want straks neemt ze het bedrijf ook mee. Nou, wat gebeurde er? Helemaal niets. Ik kreeg vreselijke service bij bank B. En bank A bleef nog steeds dezelfde vreselijke service geven bij de hem. En uiteindelijk heb ik het bedrijf meegenomen naar bank C. Maar ja, ik vind het heel apart. Ik vind het heel apart, omdat, en zo botst ik tegen heel veel van dat soort zaken aan. Dat je denkt van, je gaat iemand bellen die je kent om te vertellen wat er allemaal misgaat in zijn bedrijf. Nou, die staat daar helemaal niet op te wachten. Dus ik kan gewoon als consument, weet je wel, nee. Ja, ik vind het heel prettig, maar die personen vonden het helemaal niet prettig. Dus, en het grote probleem is natuurlijk, het is heel klein. Dus het ergste is ook nog, en dat is de learning die je dan ook meemaakt, dat je bent boos bij bedrijf A weggelopen en toen ben je boos bij bedrijf B weggelopen. En op een gegeven moment kom je erachter dat je gewoon weer terug moet. Ja. Nou, dat is gewoon helemaal niet fijn. Maar dat is wat er gebeurt. En ook en dat is denk ik ook waarom ik er zo bij stilsta. Kijk, iedereen kent elkaar hier in deze maatschappij. En dat betekent ook dat iedereen elkaar te vriend wil houden. Want, weet je, dat is de buurman van mijn tante. En dat is de leraar van mijn kleinkind. En dat, weet je wel, dus iedereen is zo ontzettend voorzichtig altijd met elkaar. Maar ik denk dat je op die manier de maatschappij niet verder helpt. Uiteindelijk moeten we toch leren om met, nogmaals, misschien wat meer diplomatie dan ik betracht, maar wel met constructieve tactische kritiek om te gaan, je open te stellen daarvoor. Ook al ken je elkaar op allerlei manieren, ook al ben je verwant, ook al is het je familie, en dan gaan ze maar door. Omdat ik denk dat het innovatie en verandering enorm belemmert. En de manier om open te staan voor nieuwe dingen is om je open te stellen ook voor, ja, wat kan er beter? Dus dat is even over dit hele onderwerp en over, ja, de cultuur en wat ik probeer bij de hem als een subcultuur, als een eilandje te bewerkstelligen, dat we wel openstaan voor kritiek, dat we wel dingen willen veranderen, dat we tegen elkaar kunnen zeggen wat beter moet en anders moet en dat we daar naartoe moeten werken. Marketing heb ik het eigenlijk al over gehad, dus dat sla ik over, want over valse claims en dat soort dingen, ja, en integriteit, daar willen we dus ook niet gaan. Je krijgt heel veel theorieën over marketing. Hier gaan ze ook eigenlijk niet op, omdat de markt gewoon heel klein is. Je kan je doelgroep wel op allemaal prachtige manieren gaan proberen te definiëren, maar ja, als je dan op 10 mensen uitkomt, wat dan, toch? Dus je probeert gewoon te mikken op het grote plaatje en op het grote geheel. En ik denk dat dat voor de meeste producten, zeker voor die van ons, het meest zinvolle is. Dit is een plaatje, dus inderdaad, die hoorde eigenlijk bij het verhaal daarnet van roeien tegen de stroom in.
En daar heb ik al het nodige over verteld. Het laatste onderwerp waar het gaat over de theorieën is over concurrentie. En daar laat ik een plaatje zien die jullie waarschijnlijk dan niet echt begrijpen. Maar dit heb ik erbij gezocht omdat Stan een keer de opmerking maakte van... In deze playing field gaat zelfs een berggeit zijn benen breken. Vandaar ook dat ik een berggeit heb gevonden die bijna zijn been aan het breken is, maar nog net niet helemaal. Want zo is het wel. Het is een enorme knokpartij voor ons, echt een knokpartij, om tegen de oneerlijke concurrentie te vechten. Het is een dagelijks gevecht. Ik had het net over de uitstraling van ons gebouw. Als jullie weten hoeveel bedrijven me benaderen om hun producten te vertegenwoordigen. Nou ja, ik zie ook mijn collega's knikken, die weten er alles van. Nou, daar gaan we weer. We zijn hartstikke gevleid en geïnteresseerd. We gaan alle prijzen uitrekenen die ze ons sturen. En we gaan kijken wat er in de markt gebeurt. En tada, we zijn te duur. Ja, en wij kopen dan rechtstreeks bij de leverancier. En al die andere mensen die kopen bij een of andere groothandel. Hoe kan dat dan? Nou ja, door het hele creatieve proces van importeren. En dat betekent dus ook dat in tegenstelling ook weer tot de theorieën, in heel veel andere landen heb je een bepaalde kwaliteit en daar hoort een bepaald prijskaartje bij. En dat is de relatie, toch? Hoeveel heb je ervoor over, dan krijg je meer kwaliteit. Hier is die koppeling er niet. Hier is de koppeling... Wie heeft het geïmporteerd? En dat bepaalt hoe dat product eigenlijk op de markt komt en of het op de markt komt. En dat is echt een realiteit voor ons. En dat betekent dat wij ons eigenlijk alleen maar concentreren op die producten die heel erg afgeschermd kunnen worden, waar mensen niet aan kunnen komen en waar de markt hier nog steeds geen ander substituut voor wil. Dan komen ze bij ons, bij onze producten terecht en die moeten we koesteren, want that's it. Als wij met producten komen die heel makkelijk de anderen binnengebracht kunnen worden, hoeven we er niet eens aan te beginnen. En ja, dat maakt dus ook dat ook dat heel belangrijk is om na te denken van, hè, waar wil je dan naartoe? Want we zien dit als iets wat onze groei enorm belemmert en we moeten dus duidelijk in andere hoeken gaan zoeken. Want om alleen maar hierop te gaan blijven op de import, dat is een doodlopende weg. Ja, dan heb ik eigenlijk al een beetje, daarnet gooi de dingen een beetje door elkaar. Ik heb het al erg uitgebreid over kritiek gehad. Daar paste dit plaatje bij. Eén manier om kritiek te vermijden is niets te zeggen, niets te doen en niets te zijn. En zo is het maar net. Dat zijn de culturele verschillen ook, waar ik net al uitgebreid over heb verteld. Dus ik ga naar... als ik heb over de constraints, even om het nog eventjes waar we zijn. Ik heb het gehad over geld. Ik heb het gehad over de managementtheorieën die gewoon hier eigenlijk niet opgaan. Ik heb het gehad over de culturele verschillen. Dan wil ik het toch ook nog even hebben over gender. Ik was daar vroeger nooit mee bezig. Ik dacht, al die vrouwentoestanden, dat is echt voor de feministen. Ik had daar eigenlijk niet zo heel veel mee. Maar ik moet zeggen, hoe ouder ik word, hoe meer ik toch met mijn neus een beetje op de feiten word gedrukt dat het er is en dat je er niet omheen kan. Ja, er is verder heel weinig eigenlijk aan te doen, behalve gewoon door te gaan met wat je doet. Maar je merkt het wel, je merkt het wel. Zeker als je het hebt over kritiek leveren. Kritiek leveren als man, dat is al moeilijk, maar kritiek leveren als vrouw is volgens mij dubbel moeilijk. En zo zijn er een heleboel voorbeelden. Oh, ik kan zoveel voorbeelden noemen en vaak moet je er gewoon om lachen, weet je wel. Mensen denken nooit dat jij de directeur bent, maar altijd die man die naast je staat. Weet je wel, je krijgt altijd brieven met heer en noem maar op, enzovoort, enzovoort. It's there. En dat is een onderwerp op zich en er is al heel veel over gezegd. Maar het is daar en het is een constraint. Bij ons, dat wil ik wel nog eventjes laten zien, is het absoluut geen constraint.
Kijk, je hebt natuurlijk wel de situatie dat in expeditiemagazijn technische dienst, puur eigenlijk ook omdat het gewoon fysiek zwaar is, dat je daar, voor het allergrootste gedeelte heb je daar mannen zitten. Als je kijkt naar de overige afdelingen, zitten we op 60-40, precies omgekeerd. Dus 60% vrouwen, 40% mannen. In totaal is het dan wel 60-40. Maar als ik kijk naar kantoor, moet ik moeite doen om mannen te vinden. Want daar probeer ik nu eigenlijk wel bewust om mannen binnen te halen. Want als we kijken, soms zitten we in meetings. Nou, dan zitten we net één vent, of soms twee. Dus bij ons is het zeker niet zo dat je het als vrouw moeilijk hebt, integendeel. Ik denk dat de mannen het misschien wel als moeilijk ervaren soms. ook daar denk ik dat we misschien een lichtend voorbeeld zijn. Ja, als die ene laatste, nog twee punten in de constraints en dan gaan we naar de learnings en de samenvatting, het laatste gedeelte. Ik weet nog niet hoe ik aan het, ben ik aan het uitlopen? Een beetje wel, geloof ik. Ja, het is bijna klaar. Dit wil ik er ook nog even bij zeggen. CEO in Suriname, je bent zoveel meer dan alleen maar bezig met het werk. Dat is ook iets, het is er gewoon, het kost gewoon daardoor wel extra tijd. Je bent maatschappelijk werker en psycholoog. Je bent financier. Je bent ook soms een adviseur op healthcare zaken. Het hoort er allemaal bij, omdat de vangnetten er gewoon niet zijn. Mensen hebben thuis problemen. Waar ze niet makkelijk oplossingen voor vinden. Ze hebben financiële problemen doordat hun geld ontwaart, et cetera, et cetera, et cetera. Hierbij moet ik ook meteen vermelden dat een van mijn grote frustraties eigenlijk is, 14 jaar geleden toen ik kwam, toen dacht ik, wat ik wil bereiken is dat iedereen die bij ons werkt, gewoon een heel goed salaris heeft. Ze geen zorgen hoeft te maken, geen baantjes erbij hoeft te halen, niet hoeft te hosselen en dat ze secure zijn. En het leek er een tijdje op dat dat ging lukken. En tot mijn grote frustratie zijn we langzaam maar zeker weer terug aan het gaan naar af. En we zijn er nog lang niet. En ik vind dat heel erg. En dat is ook wel mijn grote droom nog steeds om dat wel te bereiken. Want je kan niet van mensen verwachten dat ze presteren en productief zijn, et cetera, als ze gewoon enorme zorgen hebben. Zo simpel is het. Ik bedoel, ik heb niet de piramide van Maslow voorbij gehaald en zo, maar dat is hoe het is. Je moet eerst zorgen dat je safe bent, dat je genoeg geld hebt voor je gezin, dat je kinderen goed naar school kunnen gaan, dat je goede healthcare, ziektekosten of medische voorzieningen hebt, et cetera, et cetera. En pas dan kan je inderdaad van mensen vergen dat ze gewoon voor 100% met hun aandacht bij het werk zijn. Dus daar heb je gewoon rekening mee te houden en dat is gewoon een dimensie erbij. En je kunt ze dan, je kan, en dat heeft natuurlijk ook met je eigen empathisch vermogen te maken. Misschien als vrouw ben je daar meer mee gezegend, maar dat gaat dus vanzelf dat je dat doet om ze te helpen. En indirect is het natuurlijk ook voor het bedrijf, want als je iemand dan helpt, dan kan hij in ieder geval weer beter functioneren. Het betekent alleen wel in de praktijk dat je daar veel mee bezig bent als je 100 zoveel mensen bij je bedrijf hebt. Er is altijd wel iets met iemand of met meerdere mensen aan de hand. En als laatste puntje, een beetje aansluitend daarop, corporate social responsibility. Nou, andere landen moeten daar prachtige plannen voor gaan maken, wat ze allemaal gaan doen voor het milieu en noem maar op. Bij ons is het een heel recht toe recht aan. De vangnetten zijn er niet. Allerlei organisaties, verenigingen, individuen, noem maar op. Iedereen komt bij het bedrijfsleven aan. En ja, het is best ook wel een job om dat beetje, klein beetje wat je hebt aan geld of aan producten of aan diensten, om dat uit te smeren over de enorme stapel aanvragen die je gewoon krijgt. Dus dat is ook onderdeel ervan en die komt daardoor misschien niet eens toe aan de mooie plannen voor je recycling, waar we nu mee bezig zijn om spullen te recyclen en zo, want er wordt al heel veel beroep op je gedaan. Nou, ik keer terug, dit loopt nog even vooruit.
Ik ga dan afsluiten naar mijn laatste punt van, ja, wat zijn de takeaways geweest voor mezelf? En misschien hebben jullie daar ook wat aan. Voor ons betekent het, we moeten diversificeren. We moeten nieuwe wegen gaan inslaan. We hebben een heel goed distributieapparaat. Dat moeten we samen met onze nieuwe computer straks gaan gebruiken om allerlei andere diensten aan te gaan bieden aan bijvoorbeeld anderen die dan importeren en wij niet. Of die online bezig zijn en wij kunnen ze daarmee gaan helpen, want wij zijn toch wel behoorlijk aan het pionieren op het hele e-commerce gebeuren. Die kennis kunnen we gaan gebruiken, gaan inzetten, misschien zelfs gaan verkopen. En dat samen met ons distributieapparaat en automatisering maakt dat we hopelijk klaar gaan zijn om inderdaad de nieuwe wegen te kunnen bewandelen. Verder, voor ons blijft vasthouden aan onze principes een must. Daar geloven we in, daar blijven we in geloven. Eerlijkheid duurt het langst. En dat is ook uiteindelijk datgene wat de maatschappij vooruit kan brengen en niets anders. Die subcultuur te koesteren en te onderhouden op alle mogelijke manieren binnen ons eigen bedrijf. Je eigen business tools te ontwikkelen. En dat betekent heel flexibel zijn. Vertrouwen te hebben in je eigen kompas, in je eigen ervaring, in deze omgeving. En je niet van de wijs te laten brengen door dingen die in andere landen wat dat betreft gebeuren. Want ja, die hebben vaak hier niet heel veel waarde. Je moet het zelf uitvinden. Je moet zelf je eigen manieren vinden om te kopen met de dingen die op je afkomen. En daar word je natuurlijk wel door alle problemen steeds beter in. En daar moet je je ook aan vasthouden. Op persoonlijk vlak denk ik dat het belangrijk is, in ieder geval dat probeer ik te doen. Het kost allemaal ontzettend veel energie, dus je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. Dat betekent proberen goed te slapen, goed te eten, te blijven bewegen, af en toe je te laten masseren en gezellige dingen te doen. Om op die manier te zorgen dat je bijtankt. En dat is wel denk ik voor iedereen heel belangrijk. En zeker als je heel veel op je bord hebt. Verder, ja, als het wel iets lukt, dan ben je ook 10 keer zo blij, want het heeft ontzettend veel moeite gekost. Daar moet je dan ook maar heel erg hard van genieten. En als allerlaatste punt, en dan wil ik terugkomen bij ja, mijn thema, en dat is dus inderdaad constructive criticism, om dit soort dingen te voorkomen. Dit vind ik een hele mooie quote. Let's be saved by criticism. Het sluit ook aan bij mijn gastheerorganisatie van vanavond. De VES is wat dat betreft voor mij een lichtend voorbeeld in deze omgeving, in deze tijden. Zeker wat de laatste tijd gebeurt. Jullie blijven vasthouden aan onderbouwde constructieve